Ik ben eigenlijk musical acteur van opleiding. Dus dat houdt in dat ik dans, zing en acteer. Het dansen is eigenlijk een beetje op een zijspoor gekomen. Maar het zingen en het acteren, dat is eigenlijk toch hetgene waar ik voor leef. Het acteren, dat zullen de mensen waarschijnlijk wel weten vanuit de buurtpolitie in eerste instantie. Maar daarnaast heb ik ook in verschillende musicals gespeeld. En geef ik ook les in zang en in drama. Op dat vlak probeer ik zo veelzijdig mogelijk te zijn. En voor mij is het heel belangrijk dat ik verschillende dingen kan doen. Acteren is wat stilgevallen. Je bent nu ook veel met muziek bezig. Als ik het goed begrepen heb, komt er een nieuwe single aan. Ja, binnen dit en een kleine 3 weken komt er een nieuwe single uit, Voor Mekaar. Ik vind dat ook een mooie titel voor een single. Zeker na onze coronapandemie die er is geweest, is het toch belangrijk, denk ik, dat we er voor elkaar zijn. Ik merk dat toch heel veel mensen een beetje zijn teruggevallen. Zeker oudere mensen ook, die al wat eenzaam waren, die eigenlijk alleen nog maar eenzamer zijn geworden door corona. En ik denk dat nummer zeker hun hart onder de riem steekt. Je gaat ook kinderen, jongeren begeleiden in een zoektocht naar zingen. Ja, ik ga dat op 2 manieren doen. De eerste manier is, ik ga een musical camp organiseren in Braschaat. De bedoeling daarvan is om mensen in aanraking te laten komen met professionele mensen uit het musicalvak. Ik ga dat ook samen doen met 2 buurtpolitie-collega's. Namelijk Erik uit de buurtpolitie en Tom uit de buurtpolitie. Dat gaat een zeer toffe week worden waar dat we ook met 2 pianisten gaan samenwerken. Dus niet met cd's of zo, maar echt zoals het hoort, met piano, begeleiding, zingen, dansen en acteren. En daarnaast geef ik ook les in participatief drama aan anderstalige nieuwkomers. Je bent ook een beetje bij wijze van toeval in België terechtgekomen. Ja. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik naar België ging komen, maar mijn moeder is gestorven bij de geboorte. Die heeft een bloeding gekregen en men heeft mij dus gevonden bij mijn moeder. En daarna heeft mijn vader mij afgestaan omdat er eigenlijk geen geiten- of schapenmelk was in Mali, waar ik vandaan kom. En hij heeft mij afgestaan aan een missiepost waar er een Belgische zuster was. En die zuster kende mijn 2 mama's en zo ben ik naar België gekomen en naar Braschaat. 2 mama's op zich, is dat ook nog eens uniek? Ja, 2 mama's. Cécile en Malice noemen ze. En ik ben heel blij dat ik daar ben bij terechtgekomen. Malice is ook heel artistiek. Zij heeft zelf op de kunstacademie in Antwerpen gezeten. En zij zag direct dat er in mij ook wel iets zat. Beeldend ben ik niet goed. Maar artistiek, qua zang en zo, had zij direct door dat daar wel iets in zat in mij. Dus ik ben op mijn 4 jaar beginnen dansen. Ik heb klassiek ballet gedaan en dan jazzballet beginnen doen. En zo ben ik eigenlijk in het artistieke toch wel gerold. Het is eigenlijk toch een heel mooi, positief verhaal. Ja, ik denk dat ik zelf ook een positieve mens ben. Het is ook belangrijk, vind ik, om dat te zijn. Omdat als je rondom u kijkt, zie ik heel veel mensen die toch... depressief is misschien een groot woord. Maar die de warmte verliezen door... het leven, door corona, door een aantal dingen. En ik denk dat het toch heel belangrijk is, ondanks dat het altijd beter kan, dat je tevreden moet zijn en blij moet zijn met wat je hebt. Dat wil niet zeggen dat je niet kan streven naar het betere, maar het is belangrijk dat je tevreden bent met de kleine dingen in het leven. Je hebt Afrikaanse roots, maar je bent eigenlijk door en door Antwerpenaar. Hè? Ik ben door en door een Antwerpenaar, gelijk dat ze zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat die Afrikaanse roots in mij niet zo echt naar boven komen, want ik ken de gebruiken in Afrika natuurlijk helemaal niet. Ik ben van mijn 7 maanden hier. Maar men zegt toch wel, als men mij ziet dansen, dat er toch heel veel Afrika in mij zit. Ja. En op een Antwerps terras, een pintje pakken, dat zit ook in jou. Hè? Ja, ik vind het hier fantastisch, bij de Coyote. En waarom vind ik dat hier fantastisch? Omdat ik, zeker als je op tv komt, doen mensen zich dikwijls anders voor. En in dit café, of de mensen die hier komen, die zijn zoals dat ze zijn. En dat vind ik fantastisch.